maanden veelvuldig in het nieuws heeft gezien, is hier vanmiddag bij ons. Hij is fractievoorzitter van de ChristenUnie, zoals u weet, een van de partijen in het kabinet Rutte 3. Dankzij de ChristenUnie gaat dit nieuwe kabinet de aanbevelingen van het manifest Waardig Ouder Worden uitvoeren. Graag uw aandacht voor Gert-Jan Segers. Die wolken heen, maar jullie zijn er. Dank jullie wel daarvoor. En wat hoopgevend dat er zoveel mensen staan als vrienden voor het leven. Als ambassadeurs voor het leven. Een jaar geleden waren veel van jullie er ook en was ik er ook. Stonden we een stukje verderop op het Spuiplein. En ik stond daar en ik mocht jullie ook toespreken. En ik stond daar met veel zorg. Ik heb gezegd, ik sta hier ook voor Hanna. Hanna is mijn nicht met het syndroom van Down. En toen zij geboren werd, zei de huisarts tegen mijn broer en schoonzus: jullie hebben pech gehad. De volgende keer doen we een vruchtwaterpunctie. Hanna had er beter niet kunnen zijn. En vorig jaar stond ik daar voor Hanna. En ik stond er ook voor mijn moeder, 75, nu 76. De leeftijd waarop, als de plannen voor voltooid leven door zouden gaan, je in aanmerking komt om een einde aan je leven te maken. Ik stond daar ook voor mijn moeder en ik stond daar met zorg. Wat gaat er gebeuren met de beschermwaardigheid van het leven? Gaan de plannen die klaar stonden voor voltooid leven, gaan zij door? En jullie stonden daar met zorg. En we hebben de hoop uitgesproken dat het zou veranderen. We hebben gebeden en we hebben gelopen als mensen van geloof, hoop en liefde. Geloof dat God de schepper is, dat Hij leven geeft en dat daarom elk mens, elk leven waardevol is. En we staan er als mensen van hoop, dat de situatie die nu donker is, de grijze wolken die je nu ziet, dat daar een lichtstraal doorheen kan breken en dat dat kan veranderen, dat wetgeving kan veranderen. Dat mensen die nu geen andere uitweg zien dan het kiezen van de dood, dat ze kiezen voor het leven. Met die hoop stonden we daar en liepen we daar. En we stonden daar als mensen van liefde. Die de hand willen reiken, die willen helpen. Die mensen die geen andere uitweg zien, de helpende hand willen bieden. Mensen van geloof, hoop en liefde. En zo zijn we gaan lopen. En zo zijn we de verkiezingen ingegaan. En zo zijn we onderhandelingen ingegaan. En nu staan we hier, een jaar later. Er is verandering.